ik laat niet makkelijk mensen toe in mijn hart. Het is open, tenzij ik sluit. Maar jij hebt het is gesloten, tenzij ik open. Ja. Ik barst. Dat, ja? Ja? Is dat het woord? Ja. Jeetje, wat heb je dan van je leven ervan gemaakt? Ga dan eens barsten, joh. Je luistert naar de Omdenken podcast. Mijn naam is Bertolt Gunster en in deze podcast ga ik in gesprek met mensen over hun problemen. Samen met hen onderzoek ik of we het probleem kunnen laten verdwijnen. Soms kun je een probleem oplossen en soms kun je een verwachting loslaten. Af en toe zul je moeten waarnemen dat je nou eenmaal een probleem hebt waar je niets aan kunt doen. En in sommige gevallen lukt het om je probleem daadwerkelijk om te denken. Vandaag ga ik in gesprek met Marieke. Ze heeft in haar leven al heel wat klappen gehad en mist daardoor het gevoel echt blij te zijn. De startvraag is, zoals altijd, Vertel, wat is je probleem? Ik vind het zelf een beetje een gênant probleem. Dat is op zich niet het probleem. Dat is wel, maakt het wel leuker, maar dat zo'n gesprek. Ja. Voor mij dan. Ja, daarom. Ja. Dus ik laat jou even binnen in mijn ziel. Ja. Ik heb een goed leven. Maar ik heb ook een boel klappen gehad in het leven. Ja. En het lijkt wel alsof mijn vermogen om blij te zijn, en ik noem het een vermogen zelfs, maar blij zijn daar van binnen. De ervaring van blijheid. Het is uit, dat is op. Dat en ik is heb... niet best. Nee, dat klinkt heel diep triest. Ja. Maar als je dus kijkt naar de feiten in mijn leven, financieel gaat het goed, werk is goed, sociale relaties iets minder. Misschien dat het daar wel in zit, dat zou goed kunnen. Ik heb alles mee, zeg ik dan maar. Het is een 8,5. Maar verder dan een 8,5 kom ik niet. En ik word niet meer blij. Ik geniet wel van de zon en van het mooie weer en van de leuke dingen. Maar dat gevoel van blij zijn is uit. Dat mis ik. Hoe oud ben je? Ik word 50 bijna. 50. Dat is ook natuurlijk heel oud natuurlijk. Ja, verschrikkelijk. Dat helpt ook niet je kan meer het blij ook zien, zijn. Hè? Ja. wanneer kende je voor het laatst wel dit gevoel van blij zijn? Wanneer was het er nog wel? Dan moet ik ver terug. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat een jaar of 4, 5 geleden is. Oh, ik dacht, nu gaat ze zeggen om mijn 20ste, maar... Nee. Ja. Nee, ik merk wel dat blij zijn voor mij makkelijker is als ik in contact ben met een ander en we ergens samen intens van kunnen genieten. Want dat lukt mij in mijn uppie gewoon niet. En ik ben best wel veel alleen. Heb je een partner? Nee, niet meer. Nee. Wel gehad? Wel gehad. Tot hoeveel jaar geleden? Dat is ongeveer dezelfde periode geweest. Daar zou dus een oorzaak kunnen liggen. Ja, ik denk dat de laatste klap daar geweest is ongeveer. Ik zat net op het toilet en daar stond dan op de scheurkalender, hè, dat het hebben van te hoge verwachtingen eigenlijk de garantie is op een teleurstelling of een grote teleurstelling. Ja. Ik heb zelf wel het gevoel dat ik sindsdien heel veel meer ben gaan nadenken over wat is wijs en moet ik dat wel doen. Omdat je het allemaal alleen moet doen. Mm-hmm. Ben ik meer bezig met nadenken over of iets wijs of verstandig is, want ik heb niemand naast me om het te redden. Om te sparren? Nee. Dus ik doe alles heel wel overwogen. Ja, dat klinkt niet blij. Dat is waarschijnlijk dat laatste stapje naar, kinderlijke blijheid, maar gewoon echt blij zijn. Ik duik met Marieke de geschiedenis van haar liefdesleven in. Op haar eigen verzoek zenden we dit stukje niet uit, maar laat ik het voor je samenvatten. Het komt erop neer dat Marieke een klein aantal intense relaties heeft gehad. Eerst ontmoette ze de liefde van haar leven. Helaas ging het uit. Daarna is ze getrouwd geweest, maar ook daarna helaas gescheiden. Ze kijkt op beide relaties met blijheid terug, maar vooral door de manier waarop ze beëindigd zijn, ook met verdriet. Hey, we kunnen nu een diep filosofisch gesprek over blij voeren, hè, wat dat is en hoe je het voelt in je lichaam, het zit en zo. Ja. En we kunnen nu ook vrij snel de conclusie trekken, jij verlangt dus gewoon naar een vaste partner. Ook. Maar het zou fijn zijn als ik voor mijn blijheid niet afhankelijk zou zijn van een ander. Want je kunt dat niet maken. Als je het hebt over hoe oplosbaar is het om een partner te vinden, dat is een redelijke weg. En ik vind ze ook lang niet allemaal even leuk. Nee. Dus heb ik nooit gevonden. Dus wat dat betreft is dat niet iets wat... Dat is niet maar heb je dat kapot. Verlangen nog wel? Ja, absoluut. En het lastige is alleen, je hebt natuurlijk te maken met een niet maakbaar te vervullen verlangen. Dat lukt niet eenmaal zo, maar daar heb je namelijk iemand anders voor nodig. Dat gaat niet zomaar gebeuren. En die moet jou ook leuk vinden. Ja, daarom. Je moet die persoon leuk vinden, gedoe. En je kan het ook zo kwijtraken, dat blijkt dan maar. Ja.
Hoe verhoud je ten opzichte van dat verlangen? Dat is er, dat accepteer ik. Maar ik leef er niet mee. Het is niet een soort van roze olifant in mijn kamer, want dan word ik er knettergek van. Ik kan wel alle dagen gaan zitten verlangen dan, naar een partner. Maar wat is het dan? Wat is het, als het dat niet is, wat is het dan wel? Het is er. En het mag er zijn. En op momenten voel ik dat ook. Goh, ik zou willen dat. In enige mate of in enige vorm. En dat accepteer ik dat ik dat voel. Maar ik moet wel verder. Want je beschrijft als iets wat eigenlijk een bron van onbehagen. En als je er te veel in verdiept, pijn zou kunnen zijn. Ja, hè? Ja. Daar zit verdriet ook. Ja, en traumatisch, mag ik dat woord gebruiken? Frustrerende ervaring? Ja. Als je de liefde van je leven verliest, ja, dan gebeurt er echt wel wat. En dat gebeurt nog steeds. Precies. Ja. Jammer. Ja. Ik zie het gebeuren. Voor de luisteraars, ik zie nu een treurig gezicht. Ja. En als je opnieuw het risico zou nemen, zou het weer kunnen gebeuren? Nee. Daarna ben ik zelfs nog weer opnieuw met iemand in een relatie geraakt en getrouwd zelfs. En dat heb ik echt niet gedaan, omdat ik dacht dat het... Nou ja. Nee, maar... Ik ben oprecht met die tweede man precies, getrouwd geweest. We zijn het eens. Ja. Zelfs als je er helemaal in gelooft, ja, weet jij uit ervaring, maar ook met logisch nadenken, dat je altijd het risico loopt, ja, dat iemand kan zeggen, of jij zelf kan zeggen, het werkt niet. Dit of is, ja, het is ermee. Het niet. Ja. Dat verlangen willen vervullen is per definitie een roulettespel met de werkelijkheid. Je kan weer opnieuw heel erg beschadigen. Daarom. Dus ja... Het wegredeneren van risico's, of het, ja, ik noem het nu wegredeneren, maar het nadenken over wil ik dat nog, durf ik dat nog, kan ik dat nog, enzovoort. Daar is allemaal het antwoord ja op, ja, maar ik weet dat het niet zonder risico is. Maar mag ik dan samenvatten dat jij een ambivalente verhouding met dat verlangen hebt? Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Want ik vind het best wel doodeng, ja. Ik zou graag blij willen zijn zonder dat ik daar een ander voor nodig heb, want dan ben ik afhankelijk van een ander voor mijn blijheid en dat wil ik niet. Je bent afhankelijk voor een deel. Ik praat nu zo zacht, dit is bijna niet meer te beluisteren. Maar dat is dan toch best als je dan... Ja, nee. De tragedie van het leven, ja, is dat we afhankelijk zijn. Ja, dat wil ik dus niet. Ja, maar dat ben je. En nu word je heel verdrietig. Dat is natuurlijk de andere kant van blijheid. Dus het zit er wel. Ik denk, en laat als je niet verdrietig mag zijn, kan je ook niet blij zijn. Dat is waar. Dan moet je al je gevoelens afvlakken tot een soort... Nou, maar dan krijg je die 8,5. Nou ja, 7 min hoor. Nou ja, nee. Als ik kijk naar hoe dat het is... Dat is meer een soort overleven. Ja, overleef leuk. Nou, je weet er best nee, wat van nee, te maken. Nee, serieus. Ik ga met je mee. Ik heb een leuk leven. Ja. Het is goed, ja. Mijn leven is goed. Ja. Maar ik weet uit ervaring dat er nog een trapje bovenop is. Het kan heel leuk zijn. Als je iemand hebt die van je houdt, die aan je denkt, die met je opstaat, die vraagt hoe was je dag, waar heb je vandaag zin in. Als er zo iemand is, die gewoon echt, als je in het ziekenhuis bent, dat die persoon dan komt. Maar het gaat niet alleen over de dingen die moeilijk zijn in het leven. Het gaat ook over samen van de zon genieten. Ja. En ik heb een hartstikke leuke zomervakantie achter de rug. En... Daan Schuurmans, die zei, ik noem het het Albert Heijn moment. Zijn relatie was uit en ik vond het heel ontroerend samengevat. Hij zei, ik was in Albert Heijn, ik stootte tegen iemand aan en die vrouw draaide zich om. Hij was wat geïrriteerd. Mm-hmm. Een gebeurtenis van helemaal niks. Mm-hmm. Alleen als je een partner hebt, dan kan je erover vertellen. Dan vertel je zoiets. Mm-hmm. En als je geen partner hebt, dan maak je die dingen alleen mee. Ja, je moet het allemaal alleen doen. Dat is best zwaar. Ja, is gewoon niet zo leuk. Emotioneel is dat zwaar. Technisch gezien, nou ja, ik zal niet zeggen, lukt alles, maar... Ik kan niet op mijn eigen rug krabben en zo. Dat soort dingen kan ik dan weer niet. Maar voor de rest... Maar goed, daar is heel veel op te lossen. Hè? Ja. Je kan ook afspraken maken en dan vul je dagen. En heb je agenda gevuld. Ja. En dan, ja. Nou, dan... In oplossen ben ik heel goed wat dat betreft. Alleen zijn oplossen ben ik heel goed. Ja. Maar alleen genieten, dat lukt niet. Alleen blij zijn, op de een of andere manier lukt dat niet. Wat ik in dit gesprek niet voor jou kan betekenen... is dat zo'n partner er dan is. Nee. Nou... Zo leuk. Ja, we kunnen nu een oproep doen. Er zijn misschien heel veel mensen... Lieve luisteraars, hele leuke vrouw. Ze ziet er keijong uit. Echt veel jonger dan... Ja, die 50, dat geloof je niet. Ze, die geloven niet. En ze is heel, heel kieskeurig, maar dat is tof. Want als ze dan kiest, dan weet je ook zeker dat je gekozen wordt. Dus we sturen ons e-mails en we sturen foto's door. Maar dat is het niet zomaar even maakbare deel van het vraagstuk. Maar ik wil een ander gebied met je verkennen... waar mogelijk enige blijheid in te ervaren is... En dat is dat verlangen, je verhouding met je verlangen. Want je hebt er nu, ik vatte net samen, wat ambivalente verhouding mee. Maar kan je je verlangen zoals het er is, het verlangen naar een vaste partner, iemand wie je... Hè, kan je dat ook omarmen als het feit dat je leeft, dat het fijn is dat het er is... en dat het betekent dat je een wezen bent dat verbinding zoekt met mensen? Kan je het omarmen als een geschenk? Het bewijst dat ik van binnen nog, dat er nog iets broeit. Jij bent een liefdevol mens. Dus. Ja, absoluut. Maar anders zou het verlangen er niet zijn. Ja, dat klopt.
Nee, dat klopt. Dan zou ik, blij zijn van alleen zijn en, ja. en juist zonder zijn. Ja. Nee, ik mis het. Ja, maar missen heeft het over het niet vervulde verlangen. Missen verwijst naar de werkelijkheid zoals die nu is, dat er geen partner is. Ja. Maar missen heeft geen betrekking op het verlangen, want het verlangen is er. Ja. En dat missen, hoef je niet te missen, want het is er. Ja, nee, dat klopt. Jij mist geen verlangen. Het probleem is dat er juist verlangen is. Ja. Was het verlangen maar afwezig, dan had je het probleem niet. Dan was het opgelost. Ja, maar het verlangen is er. Ja. Kan je dat koesteren als een geschenk? Ik ga je helpen. Voordat je antwoord geeft. Ja. Er zijn twee versies van jou mogelijk. Eén met dit verlangen, maar het is niet vervuld. Uh-huh. En twee, gewoon jij zoals je bent, maar je hebt dit verlangen gewoon helemaal niet meer. Uh-huh. Welke zou je dan kiezen? Oef. Ja. Ik 49-51, maar het hebben van dat verlangen en de emoties die dat met zich meebrengt, het kost wel veel energie. Dus ik zeg eigenlijk nu 51, doe mij die versie zonder dat verlangen maar, want dan, ik denk dat er dan ook wel iets van me afvalt. Dan heb ik, ik denk dat ik dan rust heb, ik weet niet of dat zo is, maar dat... Want wat betekent het dan voor jou, waardoor het jou onrust? Omdat als ik merk dat ik dat kleine stukje verdriet heb, ik daarmee aan de gang moet om te zorgen dat het me niet lam legt, of dat ik er niet negatief van word, of dat ik er niet... Ja, ik weet niet hoe ik dat zo goed moet zeggen. Wat is erger dan verdriet? Wat is? Wat is... Waarom is het verdriet zo'n vijand? Kan je me uitleggen hoe het werkt dat het verdriet zo'n vijand is voor jou? Nou, verdriet is een emotie die zich bij mij inderdaad direct uit in tranen. Mm-hmm. Veel mensen schrikken daarvan. Maar het doet bijna altijd iets met de relatie, laat ik het dan zo zeggen. Met wat er op dat moment, de interactie. Niet de relatie, de interactie. En ik vind verdriet zelf heel vermoeiend. Want het is ook een soort van haar. Nou heb ik er niet heel veel meer, maar heel kort. Maar alsof je aan één of twee haren trekt. Weet je, dat doet veel zeerder dan dat iemand een hele pluk pakt. Dus dat hele kleine stukje verdriet, ja, is misschien wel een mug in de kamer. Probeer dan maar eens te slapen. Weet je, dat kost energie. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. En blijkbaar heb je er ook moeite mee om te tonen aan anderen. Ja, door de schrik die je teweeg brengt bij anderen vaak ook. Maar ook door bij mijzelf. Van, hé, daar gaan we weer. Al die tranen. Ik word er wel moe van. Want ik ben een leuk mens en een vrolijk mens. En ik zie de achterhalve kant van het leven. Ik wil niet huilen. Ik wil geen verdriet hebben. Is het dat? Ik wil geen verdriet. Nah. Ja? Ik heb al zo lang verdriet. Ik heb er geen zin meer in. Dat is het wel. Ik heb geen zin meer in verdriet. Heb je de bonen van het verdriet gevoeld, denk je? Misschien dan niet, hè? Ik weet het niet. Ik dacht dat ik de bodem wel gehad had, ja. Je vindt het een saai onderwerp, hè? Nee, ik vind het geen saai onderwerp, maar het gevoel is, dan moet ik er weer in. Ik heb geen zin, weet je, dit is allemaal, want dat verdriet komt door de dingen die in het verleden gebeurd zijn. Mm-hmm. En mijn verleden kan ik niet meer overdoen. Nee. Dat is, dat was, daarmee heb ik gedaan wat ik dacht dat ik kon doen. Maar er is een restje, er zit een litteken, niet één, maar er zitten littekens. En die tranen zijn het bewijs van die littekens. En misschien wil ik op die manier wel niet herinnerd worden aan mijn littekens. Dat denk ik dat het eerder is. En als je ernaar kijkt, kan je jezelf op de positie begeven dat je nu boven dit gesprek hangt en naar jezelf kijkt. Ja. En op de positie waarin je dat waarneemt en dan kijkt, hoe voelt dat daar? Hoe is dat daar? Ja, dan voel ik compassie. Mm-hmm. Maar ook wel een, ach wat sneu, dan word je 50 en dan heb je dit nog. Weet je, nog steeds. Nog steeds? Ja, nog steeds. Na 4 jaar is het dan? Nou, nee. Mijn littekens zijn al veel vroeger begonnen. Maar er komt iedere keer wat bovenop. Hè? Dat is nooit één ding. Oh, wacht. We moeten de verdriet nog even iets verder uitspitten. Wanneer welke littekens... Hallo, daar kom je nou pas mee. Ja, hallo. Ja. Jij vraagt er nu pas. Ja, dit is een litteken op litteken. Het is alsmaar hetzelfde soort litteken. Dat gaat alsmaar open. Er is een soort repeterend vraagstuk. Ja, Vertel me het repeterende vraagstuk. Ja, misschien wordt het dan toch nog gezellig, dit gesprek. Ja. Het thema in mijn leven, wat is het repeterende vraagstuk? Mensen die uit mijn leven verdwijnen, maar dan leg ik het bij hun neer. Er zijn elke keer relaties die enorm waardevol en warm bij mij zijn, waar het niet lukt, om wat voor reden dan ook. De eerste dingen, zeg ik maar, de eerste breuken zijn de scheiding van mijn ouders geweest. Mijn vader is weggegaan op een bepaalde manier. Hoe oud was je? 14. Ja, en mijn vader was mijn alles hier ongeveer, weet je. Dus contact echt zo. Met hem ook meteen verbroken? Nee, niet meteen. Dat is heel moeizaam. Maar wel veel minder gaan zien meteen? Uiteindelijk heb ik hem 20 jaar zelfs niet gezien. Nee. Maar na 20 jaar ook die relatie wel weer opgebouwd. Nee, wel.
Er is wel heel veel gebeurd. Je hele liefdevolle verbinding. Ja. Ik wou met een kopietje van mijn vader trouwen, weet je zo. Heb ik niet gedaan, maar... Ja. Jammer genoeg, of niet? Dat weet ik niet. Heb ik niet ontmoet. Nee. Maar hij was jouw alles. Ja. En hij is vertrokken. Ja. Hij is van mijn moeder gescheiden, maar dat heeft ook in het gezin enorm veel effect gehad. Dat was nummer 1? Dat was nummer 1. En een hartsvriendin, echt een hartsvriendin, die in het buitenland ging wonen, ja, die moest, dat moest wel. Hoe oud was je toen? 22, 23. Ja. Nou, daarna heb ik lang geen mensen meer heel dichtbij in mijn hart gehad. Tot die liefde van mijn leven dan, want dat gebeurt dan op een gegeven moment ook. En is dat toevallig gegaan zo? Ben je daar zelf deel van? Nee, die heb ik toevallig ontmoet. Nee, maar ik bedoel, hield je ook enige contacten af dan? Ben je daar voorzichtig mee? Of is het gewoon toeval? Ik ben redelijk selectief in mensen. Ik vind niet iedereen even leuk, weet je. Dus ik vind heel veel mensen best wel aardig en zo. Maar het verschil tussen gewoon aardig, leuk, gezellig enzovoorts, maar in mijn hart komen. Mm-hmm. Ik laat niet makkelijk mensen toe in mijn hart. Oké. Waarom niet? Ik weet niet of dat een bewuste keuze is, maar dat gebeurt niet zo makkelijk. Bij mij niet, nee. Probeer eens te begrijpen waarom je dat niet zo snel doet. Nou, misschien omdat ik heel voorzichtig ben met mijn hart. Waar je nu bent, laat je dus na 3 keer dit meegemaakt hebben, moeilijk mensen in je hart toe. Ja. En tegelijkertijd heb je het verlangen om iemand in je hart toe te laten. Ja, want ik mis het heel erg. Het wel, ja. Dus we hebben in ieder geval het probleem wel in beeld. Dan, toch? Ja. Dat dit verklaart, ja, hoe kan dat ik soms niet blij ben? Ja. Nou, we hebben een antwoord kunnen vinden, omdat je graag mensen in je hart toe wil laten. Ja. Als je dat doet, dan breekt het nog verder. Dan verkrummelt het op een gegeven moment. Ik lach erbij, maar dat is te treurig. Maar het is best, als het echt treurig is, dan kan je met het beste lachen. Dan hou je het daarom. Dus, je wordt er niet blij van, maar in ieder geval minder ongelukkig. Nou, en die techniek beheers ik heel goed. Dus, maar dat betekent dus dat ik er niet blij van word, maar er prima mee kan leven. Ja, wat ook niet ik heb een goed leven. Nee, maar dat daarom. Is niet slecht. Nee. Nee, maar waar ga ik? Kijk, jouw verwachting iets blijer te zijn. Voorlopig steun ik jou in die wens. Ja, ik ga niet zeggen dat is stom, dat moet je doen. Nee, voorlopig zoek. Dat kan zijn dat we op een gegeven moment zeggen dat is stom, want dat creëert je eigen ongeluk. Dan moet je, maar nee, ik volgens nog heb ik de aanname dat het een heel menselijk, wellevend, reële verwachting is die past bij jouw verlangen. Dat je dat gewoon echt graag wil. Ja. En dat daar niks mis mee is. Ik zit nog even op dat spoor. Hè. Okay, ik heb de hoop nog niet verloren. Nee. We kunnen de route kiezen van de rouw, loslaten en alle fases die er met zich meebrengt en zo. Misschien eraan gedacht hoor, maar dat je gewoon af en toe denkt, goh, ik heb een heel hart. Ik heb gewoon, het klopt, het is er, ik hou van mensen, goh, wat grappig, ik heb een heel hart. Soms doet het pijn, soms ben ik getraumatiseerd, soms heb ik het idee dat er een breuk is, soms voelt het als auw, auw. Ja. Heel vaak voelt het auw, auw. Ja. Maar ja, ik voel het, het is mag, er, klopt. Het mag er zijn. Maar kan je gewoon bedenken dat je een heel hart hebt? Ik denk dat ik dat wel denk, maar denken zit hier. Nou, gewoon besluiten gewoon besluiten. Maar daar kwam ik ook mee binnen. Nou, maar, weet je, het mag er zijn. Ik mag verdrietig zijn. Nee, het is goed. Dat is niet genoeg. Ik heb het over dat je jezelf als een wonderbaarlijk liefhebbend wezen ziet. Dat in staat is tot liefhebben, dat jij een kloppend hart hebt, dat jij dat bent, dat jij gekenmerkt wordt door liefde. Zelf. Zelf heb ik dat wel. Nou, maar in zijn algemene volheid. Daar hebben we het niet over. Wil je gewoon van mij aannemen dat dat zo is dan? Dan zeg ik het je gewoon. Ik vertel het je. Ja, oké. Ja? Dankjewel. Ik weet het. Maar je bent er, je ademt, je hebt, je hebt verlangen. Verlangen is toch een bewijs van aanwezigheid van liefde? Dat is het mooiste wat er is. Ja, alleen je hebt een soort verhaal met de ouwe en breuken. En, dat snap ik. Ik ga het helemaal niet bagatelliseren. Mm-hmm. Maar je leeft. Ja. Ja, nou, wees blij dat er is. Ja, blij hè. Niet gewoon ook toen het er is. Hallo, je bent er. Ja. Potverdomme. En wees nou blij. Wees blij dat er is. Ja. En, laat ik een beeld geven wat mijzelf geholpen heeft. Dus ik ga gewoon iets vertellen. En dan moet je maar kijken hoe je ermee kunt verhouden. Uh-huh. Iedereen heeft zo zijn zoektocht, ik ook. En een aantal jaar geleden dacht ik liefde en gehouden van. Hoe zit dat nou? En afgewezen worden. En ik was sterk beïnvloed door de boeken van Jan Geurts. Voor degenen die deze podcast luisteren, ga ze boeken lezen. Jan Geurts met een Z op het einde. En bij hem is het begrip afwijzing heel belangrijk. Als tegenovergestelde van je erkend weten door anderen. En niets is zo pijnlijk als je afgewezen wordt. Ja. Nou, jij hebt dat 3 keer traumatisch meegemaakt. Ja. En ik denk dat iedereen ongelooflijk
getraumatiseerd kan raken, maar sterker nog is. Iedereen is de een in meerdere mate dan de ander. Ja. En vaker dan de ander. Maar de angst om verstoten te worden of onze geliefde kwijt te raken is een hele diepe angst. Ja. Ja, en dat degene die ik zo lief heb, mij stom vindt. Dat is, dat is heel erg. Ja. En dat is ook heel erg. Wat mijzelf een aantal jaar geleden hielp, was het beeld. Dat als het gaat om liefde ervaren. Dat ik merkte dat ik mezelf in een soort passieve stand zet. Nou, ik ben gewoon wie ik ben en ik sta open en ik ben liefdevol. Maar dan kijk ik wel wie er van me houdt. Je ja, dat heb mee. Ik ook wel. Ja, dat heb dat ik ook herken je wel, hè? Ja, ja. Nou, dat is ik ben niet meer op zoek, zoals dat dan heet, hè? Maar ik sta er wel voor open. Lekker. Maar hoe zou nou zijn als je dat beeld vervangt door ik ben een emmer die voortdurend overstroomt van liefde. Want dat, dit is een podcast. Jij trekt hele rare ogen met je ogen. Jij maakt het nu belachelijk. En dat vind ik niet leuk. Nee, maar je maakt jezelf belachelijk. Ja, maar dat zeg ik. Hoe zou het zijn om te zeggen, ik ben gewoon een emmer die overstroomt. Ik geef gewoon alsmaar. En dan gaat het niet over liefde of seksualiteit. Of intieme relatie. Gaat het over intimiteit in de breedste zin van het woord. Houden van. Ik ben een verlangend. Dus liefdevol. Wat? Ik zit helemaal stampvol. Het stroomt gewoon over. Want de pijn is dat het niet stromen mag, naar mijn veronderstelling. Dat het een soort brak water, dan moet wachten tot het geliefd wordt door iemand anders. Ik stroom over, daar waar mensen het ontvangen en terug kunnen geven, daar komt beweging en leven en ontstaat blijheid. Daar waar mensen niet kunnen of willen ontvangen, nou, jammer, oké, dan niet. Maar er zijn heel veel mensen, er zijn miljarden mensen. Ik heb zoveel, ik vind genoeg mensen die in blijheid kunnen ontvangen van mij. Dus hoe zou het zijn om te bedenken, ik doe het luik gewoon open. Ik open mijn hart. In jouw beeld. En ik ga gewoon stromen. Iedereen die ik lief heb, ga ik dat zeggen. Dat ga ik vieren. Dan ga ik blij mee zijn. Ga ik leuke dingen mee doen. Dan geef ik een cadeautje of een taartje of een bloem. Weet ik veel. Hoe verzin de eigen vorm maar. Dan ben je super creatief en dat lukt je wel. Hoe zou het zijn als je gewoon geeft? En als je dus incalculeert, want dat moet je nou wel doen. Nou, als ze me beschadigen, doet pijn, dan doet het ook pijn. Dan doet het denk aan vroeger. Dan ga ik het gesprek in. Natuurlijk ga ik het gesprek in. Dan heb ik het goed begrepen. En is het zo dat we dan niet bij elkaar passen? Er komt geen liefde terug, maar bitterheid of cynisme. Jammer. Dan gaan daar de sluizen dicht. Maar dat wil niet zeggen dat ik mijn sluizen per definitie. Nee, alle sluizen zijn altijd open. Het is open, tenzij ik sluit. Maar jij hebt, het is gesloten, tenzij ik open. Ja, als het over de liefdevolle relatie met een partner gaat, wel. Op een aantal andere vlakken heb ik dat gelukkig niet. En hoe zou het zijn als je overal mag overstromen? Dan komt er een man, daar ga je gewoon heel leuk mee kletsen. En dan vind je die man leuk. En dan open je hart. En dan ga je naar huis en dan was het leuk of niet, dat zie je dan maar weer. En de volgende dag heb je zin, of niet, dat zie je dan maar weer. En zul je dat gewoon met meerdere mensen tegelijkertijd... Onbevangener worden dan. Dan gewoon stromen, gewoon liefde geven. Heel veel geven gewoon. Te veel. Geef wat je wil ontvangen. Maar dan niet een beetje, gewoon in verpletterende overvloed. Hoe zou dat zijn? Weet je, dan word dat je... Dat zou wel als van ouds zijn. Natuurlijk word je dan beschadigd. Ja, dat is het. 1 op de 10, hoezo? Nou, 9 op de 10 word je niet beschadigd. 1 op de 10 wel. Vanaf die, oké. Ja. Natuurlijk word je dan... Ja, dan we worden dan altijd neem je dus beschadigd. Weer risico. Ja, maar je moet doen een risicospreiding. Dan gewoon niet alles op één reddende man. Nee, ik wil er niet afhankelijk van zijn, dat zei ik net al. Ja, maar je bent het wel, hè? Je bent het wel. Oké, maar je maakt dus van heel veel mensen afhankelijk. Ja. En dan nog kan het ongelooflijk pijn doen, hoor. Ja. Alleen, dan heb je gewoon een liefdevol web om je heen gesponnen van mensen die jou gewoon leuk vinden mogen, die graag met je omgaan, waar je verdrietig bij mag zijn, die huilen, dat ze dan niet meteen in de stress raken. Wat heb je nou? Mensen die in de stress raken, als je huilt, moet je sowieso dumpen. Weg met die mensen. Maar stroom gewoon, stap je mij? Ja, want het is mijn echtheid. Ja, dat is wel wat het dat is. Dat is wie je bent. Ja. En mensen houden toch van jou, of ze houden niet van jou zoals je bent. Ze houden toch niet van als je wel eens van een toneelstuk houdt, en is het goed weer naar zo'n soort relatie teruggaan die je niet meer wil. Dus hoe zou het zijn, nu is het, mijn hart is gesloten, tenzij ik het open. Mm-hmm. Hoe zou het zijn om te zeggen, mijn hart is open, tenzij ik het sluit? Ja, dat voelt wel spannend. Ja. Ja. Nu gebeurt er iets. Ja. Weer eng? Ja, dat vind ik wel eng. Ja, en weet je gaat gewoon weer beschadigd worden. Dat gaat gewoon gebeuren. Ja. Alleen, hoe veel meer je overstroomt, hoe minder. En nok zelf ook snel af. Als je denkt, dat klopt niet. Maar dat denk ik dat ik niet doe. Nokken met die mensen, joh. Schijt eruit. Je hoeft niet met iedereen blij te zijn. Je moet vooral met jezelf blij zijn. Daar begint het mee. En dan met mensen die blij zijn met jou, zoals je bent. Ja, en ik denk dat daar een deel van de reden zit waarom ik het niet doe. Omdat ik
of niet doe, omdat ik dat spannend, vind. Zelf eerder nokken. Ik denk dat daar zit de crux. Want je gaat dan, je hebt het eigenlijk te lang door. Ja, ik ben in dat opzicht dan, te netjes, hè. Nou, met die relatie heb je dat vrij vlot gedaan, toch wel? Nou, ik heb het laten gaan, ja. Als ik even contra-indicatie mag stellen. Ja. Maar toen was je ook al wat ouder natuurlijk en wat ervaren. Ja, ja. Maar we waren wel getrouwd, weet je. Dus, en dat zeg je eigenlijk niet zomaar. Nou, daar is wel een moment geweest dat ik dacht, ja, dit is niet wat ik heb afgesproken. Wat ik heb bedoeld, wat ik heb gewild. Wat we gewild hebben. Nee, dit is niet wat we bedoeld hadden. Nee, maar dat kan altijd, hè? Maar ja, goed, die eerste anderhalf jaar, die doen de hormonen, doen het allemaal prima, dan is het leuk en spannend. Ja, zo werkt zelfs als je ouder bent. Oh, dat maakt niet uit. Dat kan, dat gaat maar door. Nee, ja. En dan wordt het anderhalf jaar een beetje zoeken naar iets nieuws. En dat lukt dan, of niet. Nee, en dat is gewoon niet gelukt. Nou, jammer, kan nog een keer gebeuren. Maar zo werkt de biologie van de liefde. En, ja, dat is wel... Eigenlijk meteen verliefd worden en dan hopen dat het wordt. Is een hele slechte selectiestructuur. Ja, dat is wel wat ik doe. Heb jij toen gedaan? Ja, dat doe ik nu ook. Dat doe je altijd. Maar dat is dom. Dat is heel dom. Daar moet je mee stoppen. Je moet niet gokken op de verliefdheid. Dat is een gokje op het verkeerde paard. Je moet gewoon gokken op heel veel liefdevolle relaties. En daar kan een intieme relatie in zitten, toevalligerwijze. Maar je moet niet vanuit verliefdheid op... Doe jij dat? Ja. Maar dat is dom. Moet je daarmee stoppen? dat is echt heel slecht. Hoezo? Oh, jeetje. Nou, we komen niet in een andere fase van het gesprek. Podcast nummer 17. Nou, ook in dit gesprek. Maar hormonen zijn een hele slechte raadgever voor sociaal geluk. Die doen het prima als het gaat om biologische voortplanting en zo. Ja, maar die heb ik niet, dat gaan we niet meer doen. Nee, maar jouw lichaam denkt wel van dit spel. Van, oh, leuk, spannend, verliefd, hormonen. En dan, dat voelt dan heel blij, ja, ook. Dat is super blij. Ja. Dat is super blij, hè? Ja. Och. Maar... Dat is een gevaarlijke route. Want dat gaat dan anderhalf jaar. Zeker als je daarmee start. Dus als je eigenlijk vrij iemand ontmoet en dan vrij snel verliefd op wordt. Of eigenlijk bijna meteen. En dan opent jouw hart zich natuurlijk. Denk jij, jouw systeem denkt dan, daar is de ware. Tingelingeling, bellen, gevulde koeken, hoera, ik stort me erin. Ja, maar dan is het na anderhalf jaar, dan is die roest van die hormonen uitgewerkt. En dan is het nog wel leuk of niet? Dan ga je elkaar echt zien. Dan komen allemaal van die een beetje sokken niet op, weet ik veel, dingen. Nee, maar dan gaat het erger, andere dingen. En dan moet je dan, of je maakt een doorstart dat het een liefdevolle relatie wordt. Met af en toe nog van die verliefde momenten, maar dat wordt per definitie minder. Of je zegt met z'n tweeën, ik ga gewoon op zoek naar een nieuwe verliefdheid. Of ik blijf wel alleen, dit is saai, dit is niet meer blij. Als je op zoek bent naar die blijheid... Daar had ik nog niet zo Nee, want het is algemeen. Nee, het is niet alleen in algemeen. Algemeen. Ja. Oké, maar over dit deelblijheid dan, deze deelblijheid. Ja. Nou, ik heb wel geleerd voor mezelf, vlak voor mezelf spreken, dat je daar ongelooflijk sceptisch en voorzichtig mee moet zijn. Dat is wel een beetje ontnuchterend, als ik heel eerlijk moet zijn. Ja, maar dat is ook de bedoeling van heel goed voor jou, dat je wat ontnuchtert. Ja. Dus dat verlangen kan ik gewoon... Nou, je moet als je... Is mijn ervaring... En dit zou nog eens een keer ooit ga ik hier nog een boek over seks, relaties en liefde schrijven. Dit is zo'n ongelooflijk ingewikkeld onderwerp. En ik ben niet superdeskundige. Ik ben geen relatie- of seksueel therapeut. Wat ik wel weet, en die gedachte wil ik je wel meegeven, dat als je vertrouwt op de biologisch-hormonale kant van het relationele, het super spannend en seksueel aantrekkelijk, je ongelooflijk geliefd voelen, helemaal versmolten met de ander en alles is goed en we houden van elkaar. Nee, maar dat gevoel is heerlijk. Ja, ja. Dat is ongelooflijk, dat is een verslavend gevoel. Daar wil je dan alles maar naartoe. Appt hij? Hij appt terug. Oh, leuk, we houden van elkaar. Oh, ik ga weer appen. Appt hij? Oh, hij appt wel. Oh, wat fijn, dat. Nou, dat hele spel, je kent het, zie ik, hè? Je kent het. En, nee, maar dat is heerlijk. Dat is een biologisch-hormonale roes. Dat is fantastisch. Ja, maar dat is voor mij dus de gedoe-kant dat ik denk, dat is ook vermoeiend. Nee, tuurlijk. Maar als je de aanname hebt een liefdevolle relatie via die weg te vinden, dan is het risicopad. Want de kans dat het lukt, de kans dat het mislukt is vrij groot. Maar ja, als ik voor mezelf helder heb, wat wens je jezelf toe? Dan staat daarachter dat ik weer eens lekker verliefd. Weet je wel, een verliefdheid, er zit wel iets van... Dat wens ik, wens het mezelf wel toe. Ja, maar, dat misschien is dus, moet jij jezelf dat is even dus niet toewensen. Nee. Maar daar zit een soort blijheid die risicovol is van... Per definitie van tijdelijke duur. En altijd opgevolgd wordt door een fase van verder zoeken, spannend, ingewikkeld. Maar, dus eigenlijk moet ik niet meer verliefd willen worden? Nee,
verliefd worden ontstaat toch wel. Dat gebeurt vanzelf wel. Ja. En behalve als je heel voorzichtig bent en beter goed zoals jij. Ja. Nee, maar als je gaat overstromen en intimiteit en mensen ontmoet en zin hebt in mensen, ontstaan er vanzelf dat soort gevoelens. Die gaan vanzelf wel. Alleen dan die ontstaan op een veld van intimiteit. En een liefdevol web van dat je met heel veel mensen je liefdevol verbonden weet. Mm-hmm. En met mensen die je dan langere tijd kent. Op een gegeven moment kan er iets gebeuren. Misschien ook wel plotseling, dat weet ik allemaal niet. Maar dan zet je moet niet al je kaart op één paard, weet je wel. Ja, gokken, dat. Op echt, ja? Er komen beelden bij mij terug, zeg ik er maar woorden. Ik koppel nu verliefdheid aan relatie, man, alles wat daar... Ja, plaatje. Ja, maar als ik verliefdheid loskoppel van de man, een man... Ja. En ik zet dat meer in een algemeenheid... Dat ik kan ook verliefd zijn op de zon, of verliefd zijn op het mooie weer, of verliefd zijn of op een vlinder. Of twee mannen. Dat kan. Nee, maar nou, niet dat je daar iets mee moet. Nee. Maar in ieder geval, het is allemaal je hart openen en erin springen en er komt heel veel terug. Maar verliefdheid, wat ik bedoel te zeggen, is dat verliefdheid niet per definitie aan mensen gekoppeld hoeft te zijn. Dat kan ook aan de schoonheid van het leven, of het mooie uitzicht, of... Ja, maar mensen zijn wel heel leuk, hoor. Ja. Nou, daar ga ik dan wel weer achter komen. Dan krijgen we wel een soort plus in jou. Ga ik wel er zijn er wel een paar die je kent met een plusje erachter. Maar die zijn niet beschikbaar en dan houdt het op. Voor mij. Ja, het houdt op een relatie. Maar het houdt niet op om die mensen leuk te vinden. Nee, en dat kan zelfs wederzijds zijn. Ja. Dat is toch heerlijk? Zonder dat je iets mee hoeft. Maar gewoon weten dat er leuke mensen zijn. Ja, ik heb en dat die mensen jou ook leuk vinden. Hoe is dat? En er hoeft niks mee te gebeuren. Nee, maar als ik die koppeling eruit haal, dan wordt het al luchtiger. Dan voel ik ook al wel van binnen dat daar ruimte ontstaat. Dat is het enige blijheid. Ja. Oké. Okay. Maar eigenlijk, zoals ik jou binnen zie komen, zoals we nu met elkaar praten... Volgens mij als er al een probleem zou zijn, is het eerder dat je te levendig bent dan te weinig levendig, toch? Ja, dat denk ik. Weet je wat het is? Eigenlijk zit er gewoon te veel blijheid in jou wat er niet uitkomt. Dat is het gewoon. Mag ik dat zo zeggen? Ja. Mag ik dat zo zeggen? Dat heb jij goed gezien, Bertolt. Dankjewel. Ja, maar dat is toch... Dus waar je nou op zoek bent, zit gewoon in jou. Ja. Net als wat ik zei over dat verlangen. Ja. Het niet vervulde verlangen wat je in je draagt, is een reëel bestaan. Ongebruikte energie, weet ik veel. Ja. Ja. Creatieve energie die zijn vorm nog niet gevonden heeft, zo formuleer ik het dan zelf. Ik barst. Ja, dat is het. Ja? Is dat het woord? Ja. Jeetje. Wat heb je dan van je leven ervan gemaakt? Ga dan eens barsten, joh. Breek eens open. Doe het dan gewoon. Dus het is niet zo dat jij blijer wil zijn. Je bent gefrustreerd omdat je niet je blijheid niet kunt leven. Ja, dat. Maar dat is toch een groot geschenk. Mm. Je is allemaal doods en duf en saai en dat je... Ik ben helemaal in het leven. Maar dat ben jij niet. Even voor de luisteraars. Ik zit heftig nee te schreeuwen. Ja, dus je bent heel fijn dat je even met me mee regisseert dat de luisteraars het begrijpen. Dus we zijn nu enigszins gevorderd in het gesprek. Ik kwam binnen als hoe kan ik vaker blij zijn. We komen nu tot de conclusie dat je het eigenlijk heel vaak gewoon bent. Alleen niet kunt beleven. Nee, dus ik uit het niet en ik deel het niet. En omdat ik het niet deel, ervaar het niet? Ik het niet. Ja. Wil je daar eens mee stoppen? Ja, heb je al besloten. Nou, dat is mooi. Maar ik kom even terug op mijn beeldspraak, want mijn metafoor. Hè, dat je leeft, mijn hart is gesloten tenzij ik het kan openen. Mm-hmm. Hoe zou het zijn? Mijn hart is geopend tenzij ik het af en toe sluit. Is dat, voor mij zit daar het kantelpunt. En dan kan je blij zijn met mensen ontmoeten. Of je dan geniet van een zon of een hond of een kind of een paard of een andere man. Ik kan van zoveel genieten. Ja, ga gewoon genieten. En laat ook zien dat je geniet. Wat is er leuker voor een man om te weten dat jij van die man geniet? Er hoeft helemaal niks mee, er kan niks mee, dat maakt niet uit. Maar dat je dat gewoon toont, dat vindt zo'n man toch tof? Ja, dat denk ik wel. Tuurlijk. Nou, iedereen dat tof vindt. Dat vindt iedereen tof. Ja. En als die man het dan aan de merken, ja, goh, dat vind ik heel leuk. Ik vind jou eigenlijk ook een beetje leuk. Daar word je toch blij van? Ja. Nou, ga je dat dan eens doen? Hè? Hoe moeilijk is het? Eens op met dat gezeik. Nee, maar dat klopt op zich wel, toch? Ja. Ik doe nou heel luchtig en vlot. Ja, we klappen hem heel plat, maar... Het is niet altijd zo makkelijk, maar dit is hem. Ja. En weet je, er zijn grote wonden in je leven geslagen. En die zijn er. We kunnen naar terug, dan ben je er weer. Huilen. Ja, ik hoef daar niet te zijn. Maar dan word je niet veel wijzer van. Want je bent er al geweest, je hebt het al gezien. Je hebt het niet verdrongen. Je kan het zo activeren. Nou, oké. Okay. Ja. Jouw vraag is een hele blije vraag. Ja, ik ben eigenlijk heel vaak blij. Hoe moet ik dat laten zien? En het antwoord is, ik wil dat gewoon laten zien. Oh, en wat als mensen dan mij afwijzen? Ja, dat risico loop je altijd. Maar hoe meer je het laat zien, hoe kleiner de schade. Het is ook heel fijn dat mensen mogen afwijzen. Zijn ze autonoom? Anders zou iedereen maar met iedereen symbiotisch samenvloeien. Is ook niet handig. Nee, prima. Iedereen dus dat is een groot geschenk. Jij mag ook namelijk beëindigen. Ja. Dat.
Maar bron zijn van vreugde, dat vind ik wel. Ja, dat ben ik ook wel. Ja. Ja, precies. Ik ben bron, punt. Precies, voor de luisteraars, zij zit nu heel blij met zichzelf. Blij te zijn, bron te zijn, blije bron. Ja. Maar het is wel goed als je jezelf dat tegen jezelf hoort zeggen, hoor. Dus daarvoor dank. Maar dat is, ja... Nou, het idee dat ik wil wel blij zijn, maar dat dat te maken heeft dat je gewoon... Dat er is omdat er heel veel blijheid in je zit. Mm-hmm. Heb je dat wel eens zo duidelijk benoemd of gezien? Nee. Nee. Mooi. Dat moet dan toch op zijn minst al een hele blije... Nou, misschien is het een groot woord, maar prettige gedachten zijn, toch? Maar er begint niet voor niks van alles te trillen. Van binnen en daar... Ik heb al zweet op mijn rug gehad. Dus er zijn van allerlei fysieke signalen die in roepen... In dit gesprek? Yes. Ja, maar we doen expres audio, want dan is het anders komen bij de kijker veel te veel binnen ook. Ja, dat voelt ook. Ja. Nee, dit is waar. Dit is klopt. Ja, ik denk eens, ik ben benieuwd over een maand of drie, zo vier, waar je dan bent. Mijn ervaring is als je gewoon laat zien dat je blij bent, mensen leuk vindt. Mensen hunkeren naar zulke mensen. Je bent een schaars goed daarmee. Wat bedoel je dan? Nou, wij zijn met z'n allen in onze cultuur zo voorzichtig en in gevoelens van genegenheid, interesse, belangstelling, nieuwsgierigheid, verbondenheid. Alles wat met intimiteit is daar, naar mijn overtuiging, is intimiteit het centrale woord. Gewoon mensen een inkijkje geven in wie we zijn en wat we leuk vinden, waar we zin in hebben. Mm-hmm. En wat we graag willen delen met anderen. Daar zijn we als cultuur vrij voorzichtig mee met z'n allen. Echt contact maken. Ja, echt contact maken. Veel mensen zitten ook opgesloten in gezinnen. En we hebben dus nog een bubbels gemaakt, druk. Dus als je iemand bent die overstroomt, die zo leeft. Ja, dat heeft een enorme aantrekkingskracht. Mensen willen heel graag in de buurt van zulke mensen zijn. Ja. En mensen willen heel graag zo gezien worden. Want dat, als je zo leeft, dan ga je ook zo naar mensen kijken. Jij gaat zo naar mensen kijken. Ja. Dus je gaat hen geven waar je zelf naar hunkert. Wat ik van nature heb, ja. Maar ook wat je van nature hebt. Ja. En wat we allemaal van nature hebben. Alleen de ene meer dan later dan minder. Ja, je hebt een paar moedige mensen nodig die het ook durven te tonen. Ja. Ja. En naar mijn ervaring krijgt dat ongelooflijk veel weerklank als je zo durft te leven. Er zullen altijd wat cynische mensen zijn, maar dat is echt ver, ver, ver de minderheid naar mijn overtuiging. Ik vind dit veel makkelijker dan dat andere. Ja, en dat zal dan ook zeer geloofwaardig en authentiek oorspronkelijk overkomen. Ja. Oh ja, dat ben jij gewoon. Ja. Degene die jou kennen, als je dit gaat durven doen, die zullen zeggen, eerst heeft ze zich gedragen, nu is ze gewoon wie ze is. Ja. En, zo. Ja, klopt. Dus dan schillen eraf, luiken open, sluizen, luiken hebben en... En dan gaan we met de banaan eigenlijk. Ja, waterval. Nou ja, daarom moest ik lachen net. En dat was mijn draai met mijn ogen. Dat is wat mensen ook tegen mij zeggen. Zo van, er komt wel heel veel. Ja, maar het moet dus meer, hè? het moet gewoon meer. En mensen die daar moeite mee hebben, dan doe je dat gedoseerd bij. En niet te vaak langs. Nee. Af en toe vragen stellen, wat ruimte aan de ander geven. Maar dat kan je allemaal wel, joh. Sociale vaardigheden zat. Ja. Maar je zal mensen vinden die dat ook hebben. Ja. En dat is heerlijk om in de buurt van... mensen zijn die ook graag zo leven. Ja. Die zijn er heel veel. Energiek. Ja. Nee, dus, nou, voor mij zijn nou, er wees dan, gewoon wie je bent. Dat is eigenlijk de conclusie. Ja, alleen wie ben je? Dat is dan de vraag. Hè. Maar in dit geval, jij bent datgene waar je naar op zoek was. Hè. Ik barst van jij liefde. Jij bent datgene. Ja. Ja, je barst van liefde. Ja. Ja. In welk vakje vat dit dan? Waarnemen, loslaten, oplossen of omdenken? Voor mij loslaten, omdenken. Iets wat voelt als het belemmert. Draaien om los. Als het is een bron. Ja. Dus op het moment dat dingen als bron komen, zit het voor mij in omdenken. Ja, en ik ben het met die duiding eens. Okay. Door iets los te laten, ontstaat er iets wat je als omdenken kunt duiden. Ja. Dat wat eerst jouw schaarse probleem leek te zijn, is je verlangen, je datgene wat er al is. Ja. Ja, als je het al een probleem zou willen noemen, is het hooguit een teveel probleem. Ja, precies, overvloedsprobleem. Ja, nou, een teveel hebben is nooit... Nee, dan kan je uitdelen. Je moet wel ergens heen, want anders moet je alsmaar die sluizen dicht houden. Uitdelen. Dan krijg je hard uitdelen. Ik moet gewoon gaan delen. Ik moet gaan delen. Dat is het. Heb genoeg. Volgens mij zijn we op een heel bevredigende conclusie gekomen. Ja. Kan je ermee leven zo? Maar zie mij lachen. Ja, maar dat zien de luisteraars maar niet. Ik wel, ik zie je lachen. Ik voel het. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk geniet jij van onze podcast. En we denken van wel, want anders beland je natuurlijk niet aan het einde van aflevering 17. En hoewel er al een heleboel mensen luisteren, inmiddels al ruim 200.000, en misschien inmiddels al wel meer als jij dit hoort, zouden we het toch tof vinden als nog meer mensen kennis maken met omdenken. Dus bij deze een verzoek. Om iemand in je omgeving waarvan jij denkt dat hij of zij deze podcast ook wel kan waarderen, erover te vertellen. Tot volgende week.
Dan gaat Bertolt in gesprek met Steven. Hij is bang dat hij de dingen waar hij zelf mee zit, bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld, doorgeeft aan zijn zoontjes. Kun je dat als ouder überhaupt voorkomen? Of is het al te laat?